Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van My Hans de Best. En vandaag hebben we een nieuwe aflevering van een random game. We hebben vandaag een speciale aflevering, want we stoppen. We hebben niet vandaag één random game, nee twee, omdat deze game toch kan nog uitproberen. Die nu veel alleen die frames per seconde gaat hem niet worden. En ik wil wel gewoon kwaliteit leveren, dus we proberen het gewoon eens. Oké. Okay. Maar het is Elantry Adventures. Ik heb deze game afgelopen week gehad. En ik dacht, het is misschien wel leuk om te proberen. Maar het lijkt echt gewoon zoveel pixels. Het lijkt net op een soort kind of Roblox. Alleen dan met geen FPS. Dus dat is... Pick and calling. Nou, wat gaan we doen? Zijn we demonisch? Zijn we er? Nou, zullen we geen... Ja, ik denk gewoon... Ja, we gaan gewoon voor summoner. Magic. Toxic. En defense. Oh, heb ik het? Oh, heb ik het al gedaan? Ja, maar ik wou nog deze tegen deze. Vuur. Een soort vuurbom. Een schild. Oké. Okay. Ja, dan blijf ik toch wel bij de summoner. Hey. Oké. Okay. Ik heb nou een gek stafje. Lol. Een soort barrier. Oh, wat? Lekker. Waarom plaat ik tegen een plant? Maar dit is een soort World of Warcraft, denk ik. I guess. Oh, moet ik weer tegen hem kunnen praten? Oh, nee. Thanks. Oké. Okay. Het zal allemaal wel, maar een complete desk. Wieksel. Talk to King. Veiliger. Where the fuck is die gast? Map. Achter mij, oké. Okay. Dus dan gaan we naar hem toe, hè. Maar als je vaker twee random games in één video wilt zien, abonneer, reageer, like zeker deze video. Ik kan het niet altijd garanderen, moet ik wel zeggen. Maar ik kan het wel altijd proberen. Oh, wat? Ik loop de helemaal verkeerde kant op. Verkeerde kant. Oh nee, oh nee. Oh lol, gewoon joem. Dan weet je dus door deze stad spielikons waren ze. Dan moet die gast hier zijn. Het is een... Oké. Hey. Een koning bij. Claim private territory talk to Gester. Who is Gester? Oh. Dan moet Gester aan de andere kant van dit gebouw zijn.
is ook allemaal van mij proberen trouwens. Hé, een schatkist. Oh, je niet de magic key. Heb ik die? Nee. Geef me die dan? Ja, nee. Wat? Die sensitivity staat ook erg hoog trouwens, maar dat is iets anders. Maar op mijn eerste ogenblik, ik snap er geen ene kut van. Maar het is ook niet dat het echt een soort games zijn waar ik zeg van, wauw. Als Elder Scrolls had ik echt wel willen spelen, maar Elder Scrolls is een bekende naam. En daar heb ik wel enigszins interesse in. Deze, het is een leuke game. Maar het spreekt me iets minder aan. Hij komt straks uit. Gratis. Dat wel. Nou, we gaan... Oh, kunnen we dit huis claimen? Free homes. Of is het een... Denk ik. Oh, private zones. Zones. Wap, wap. Zelfmoord. You are dead. Ja, dat had ik ook. En dan moet hij op de... Wat? Dan moet hij de wereld opnieuw inrenderen? Ja, deze game heeft nog veel te gaan. Maar... Zal wel goed komen, hè? Zal wel goed komen, ooit. Hoop voor hun. Oh, nou, het leven kun je. En dan, Jezus. Ah, gewoon even over de muur heen. Nobody gives a fuck. Maar ik wil nou mijn eigen huis gaan kopen, dus kom. Destroy dummies. Nee, we gaan eerst gewoon onze private territorium claimen. We gaan even kijken wat we daarmee kunnen, hè. Moet ik dan hier netjes overheen lopen? Bekennelijk. Simple gems. Oh lol. Jeet. Hey. Die paddenstoelen doen wat. Even kijken, tentakel. Tentakel! Hey. Nice, nog meer gems. Oh, dat ding heeft 5k HP. Zo. Ja, dat ding heeft 5k HP. Zo. Oh, Jezus. Als ik een soort... Heb ik nou echt een soort kind of bunker gebouwd? Maar... Hoe meer ik de dingen sla, hoe meer HP het erbij krijgt. Ik ben gewoon niet sterk genoeg. Kijk, want deze kan ik wel gewoon neerhalen, want deze is simpel. En kijk, want deze gaat nou, krijgt nou continu damage. Grab aan. En nou, ik heb gems. Voor mij zijn het echt gems alleen om mee te rennen. Want ik had wel gezien in de intro of in de... Dat je dingen kon bouwen, maar... Of is het allemaal... Oh nee, hier links kan ik. Oh, volgens mij is het gewoon een online map. Hey, wat? Kan ik met jou praten? Oh, het is een healing cat, coin cat. Hé, hey, wil je van mij worden? Let's talk more. Hoe lang gaat het door?
Pak die kat. Is toch weinig HP. Oh jezus. Oh jezus. Het zijn een soort bommen. Yup. Gewoon even 100 damage. Maar ik moest kennelijk hier naartoe. Oh. Nee. Oh, gewoon een bruggetje gemaakt. Oh jezus. Alles doet tering veel damage. Maar als het goed is mag ik hier wonen. En er zijn toch wel 100 katten dus. Hier, heel me maar even. Ja, dankjewel. Fijn dat je me allemaal healen, kom. Ik blijf hier staan om geheeld te worden, jongens. Niet om niks te doen. Even... Nou, kan ik niet hout hakken? Jammer. Maar ik ben wel weer geheeld, dus hey. Oh shit, mensen hebben lopen kloten. Maar waar is nou mijn stuk? Of hier mag ik bouwen? Dan gaan we hier wonen. B. Ja. Oh, lol. Ja, hoe moet ik een claim, een private territory? Dan lijkt dat dus hier. Ik wil het hier doen. Ja. Oké, dat klopt nog niet, maar het is alpha en dan. Maar hoe moet ik claimen? Het is niet dat ergens staat uitgelegd of zo. Gewoon lekker in elkaar hakken, deze man. Zo, lekker 15 damage shield hij. En ook een liaantje erbij. Gewoon alles. Gewoon twee ook nog. Ik weet niet wat twee doet, maar... Oh, we hebben hem neer. Nice. We got him. Maar, ja. De game is voor nu echt veel te onlogisch. Want like, hoe claim ik iets? Maar dat zoek ik nog wel een keer uit. En ik hoop dat ze een keer de, zorgen dat de graphics dat te doen zijn. Want dit is voor mij in ieder geval niet te doen. Bedankt voor het kijken naar deze random game. We gaan gelijk door, of tenminste... Het volgende shot ben je in een volgende random game. Dus, ik zie jullie daar. Bye mensen.